Hoi, leuk dat je weer kijkt. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Baby Glow TV. Vandaag gaan we het hebben over rommelen. Heb je misschien wel eens over gehad of wel eens gehoord? Dat je zegt, nou wat betekent dat toch dat rommelen? Of oefenweeën wordt wel eens genoemd. Wat er dus eigenlijk gebeurt is dat voordat uiteindelijk de bevalling begint, dat de baarmoeder een soort van gaat oefenen. Je moet je voorstellen dat een baarmoeder is een spier. Ik zal even mijn baarmoeder erbij pakken. Hier. Heeft ook een vorm van een ballon en een tuutje. En dan moet je je voorstellen dat dus die baarmoeder, dit is zeg maar de bovenkant, die gaat dus als je dus hoogzwanger bent helemaal tegen je middenrif aangroeien. En dat tuutje, dat is je baarmoedermond. Je moet je voorstellen dat die baarmoeder dus een soort holle spier is. En je weet op het moment dat je een spier hebt die dus 9 maanden niks doet, dat die dus ook die spier dus bij 9 maanden, dus als de bevalling begint, ook niet sterk genoeg is om zoveel kracht te leveren dat dus de bevalling begint. Dus dat hij echt gewoon het kindje eruit kan, hè, ontsluiting kan maken en het kindje naar beneden kan duwen. Dus wat doet nou een baarmoeder op het moment dat een baarmoeder dus oefenweeën gaat krijgen? We noemen dat ook wel de Brachton-Hicks-contracties. Dan gaat dus die baarmoeder samenkrampen. En eigenlijk kun je dat voorstellen dat hij een beetje dit doet. En naarmate je verder in de zwangerschap komt, of ook wel eens kun je dat ook wel eens in de zwangerschap krijgen op het moment dat je heel druk bent geweest of een hele drukke dag hebt gehad, dat je s'avonds op het moment dat je wil gaan liggen, dat die baarmoeder een beetje een soort krampen geeft. Nou, dat zijn oefenweeën. Naarmate je richting uitgerekende datum gaat, wordt dat steeds meer. Dan kun je echt een slapeloze nachten van krijgen. Heel vervelend. Maar het is niet helemaal voor niets. Zeker op het eind gaat dus die baarmoeder oefenen. En ondertussen gaat het lichaam, ook de baarmoedermond, dat tuutje hier, gaat rijpen. Het verschil tussen een oefenwee en een echte wee heeft dat de oefenwee dus niet meer dit doet. Want je ziet ook, hè, aan het tuutje dat aan de onderkant eigenlijk niet zoveel gebeurt. Ja, je hebt wel het rijpen dat zo'n baarmoedermond, zo'n tuutje een beetje wat smaller. Dus dat het minder tuutje is, zou ik maar zeggen. Een echte wee komt sowieso regelmatiger. Dus een oefenwee, dus een Brachton-Hicks, komt heel onregelmatig. Dan een keer een paar keer om de minuut. Dan kunnen er eens een paar minuten tussen zitten. Dus er zit een hele onregelmatigheid in. Zowel in kracht, als in duur, als in frequentie, zou ik maar zeggen. Daar kun je geen touw aan vastknopen. Een echte wee, op een gegeven moment dan een echte wee heeft een piek en gaat weer dalen. Die komen in het begin, als ze echt zit er een regelmaat in. En bij 4 à 5 minuten, die echt een minuut lang duren, dan is ook een tijd dat je de verloskundige bijvoorbeeld belt. Want wat gebeurt er dan? Op het moment dat er een echte wee gaat komen, dan krijg je, en je ziet het ook, dat bij die ballon. Ik ga al eventjes staan, want dan kun je het misschien iets beter zien. Dan krijg je, moet je goed even naar dat tuutje kijken, dan komt er een druk van achter. Niet dat die ballon zo meteen klapt. En dan zie je dat tuutje aan de onderkant, dat het echt, hè, er zit hier een pingpongballetje in. En je ziet dat als dit zeg maar het hoofdje zou zijn, dat dus het hoofdje zou zakken. En je ziet dat het tuutje kleiner wordt. We maken zo meteen een klap, jongens. En kunnen we al zien? Ja, we kunnen al wat aan de onderkant zien. Dus dit zie je. Dus wat er dus ook gebeurt bij ontsluiting. Ik zou nog wel verder kunnen, maar dan ben ik gewoon bang dat we echt een mega klap hebben. Kijk hoor. Deze ballon is echt heel krachtig. Dat doe ik gewoon echt. Degene die nou zit te kijken naar die sport ook niet helemaal. Maar ik wil gewoon kijken of het lukt. Nou goed, zo'n baarmoeder kan dus ook wel heel veel hebben. Hè? Op het moment dat hij echt heel hard wordt, dan is het ook gewoon het gevoel alsof je gewoon van binnen gewoon opgepompt wordt. Dus ja, weet je, en dit is dus ook wat er dus gebeurt van binnen. Dat er van achter zo'n enorme
druk komt, dat je die gewoon echt wel weg moet puffen. Dus op het moment dat je denkt, oh nou, ik heb een wee en je kan er gewoon doorheen kletsen. Heel leuk, het is nog geen echte wee. Dus ondertussen ga ik gewoon kijken of ik... Ja, hij gaat verder. Waarom van? In principe. Nou jongens, ik snap, ik kap ermee. Want ik denk, ik durf dat is gewoon. Ik durf niet meer verder. Maar in ieder geval, je snapt nu het idee, hoop ik. Dat je gewoon van wat nou is het verschil tussen gewoon dat oefenen. En dat op het moment dat het dus echt gewoon zo. Ja, zie je, dat dus echt van die serieuze weeën krijg, dat het dus echt gewoon, dat dit dus met het hoofdje gebeurt, omdat het gaat zakken. Nou goed, bij een eerste kindje moet je er echt wel ook heel lang, zeker ongeveer een uur persen om het kindje echt geboren te laten worden. Dus hij komt er dan ook, ondanks goede weeën, niet zomaar uitvallen. Maar in ieder geval heb ik je, hoop ik bij deze uitgelegd, wat nou het verschil is tussen rommelen en dus echt krachtige weeën. Nou, in ieder geval heel veel succes en mocht je dus rommelen, je doet het nooit helemaal voor niks. Er is altijd wel iets wat gaat rijpen en veranderen ten gunste van de bevalling. Dus bedankt voor het kijken weer.